Ik ben Jan Negens, ik zit op Juverta, voormalig Citeverde. Thuis hebben wij 300 zeugen, 2400 vleesvarkens, Beter Leven 1 ster. Ik loop in Astage in Sint-Tunis, daar hebben ze 160 zeugen en dit is een proefbedrijf van de Trouwnutrition. Ja, ik zocht wat anders dan de gemiddelde veehouderij, varkenshouderij. Een keer iets waar ik heel veel kan leren qua kennis in plaats van praktijk. Want ja, natuurlijk is het heel fijn dat je dingen heel snel en goed kunt doen. Maar als je nog eens weet waarom je iets doet, dat is veel belangrijker. En dat dacht ik wel hier te kunnen leren. En dat heb ik ook geleerd. Dus ja, ik ben in iedere stal hier geweest. Ik ben de hele dag met de dieren bezig, met voeren. Kijken of ze gegeten hebben. De biggen wegen, de zeugen wegen, scannen, van alles. Het leukste om te doen. Ik vind het heel leuk om in de biggenstal te werken en biggen te wegen. De biggenstal over het algemeen. Ja. Hier is alles heel secuur, heel netjes. Hier kan ik vijf verschillende lazen, vijf verschillende overhals. Heel gestructureerd allemaal. Hier meten we de spier- en spekdikte. Dit doen ze dan voor onderzoek. Kijken ze voordat ze de kraamstal ingaan, of ze terugkomen van de kraamstal bijvoorbeeld. En dan kijkt de onderzoeker waar hij dan de meting wil hebben. En dan meten hoeveel centimeter of millimeter die de dikte is. Jan heeft de functie om te ondersteunen bij alle dagelijkse werkzaamheden. Dus die draait zowel bij de zeugen, bij de biggen als de vleesvarkens loopt hij met de mensen mee. Met de dagelijkse werkzaamheden die te maken hebben met controle. Maar ook de onderzoeken die we uitvoeren en de metingen die we doen. Maar voor ons is het belangrijk om te laten zien wat wij doen. En een stagiair een andere inkijk te geven ten opzichte van de reguliere varkenshouderij. En ja, voor ons heeft hij een rol dat hij waar mogelijk kan ondersteunen. Maar hij wordt wel altijd begeleid door een medewerker. Omdat het natuurlijk wel belangrijk is dat wij de onderzoeken... hij heeft niet de eindverantwoordelijkheid. Ik vind dat wij ook dat het passend is bij een onderzoeksfaciliteit om ook stagiaires op te leiden, zodat de toekomstgeneratie ook de kans krijgt om te groeien en te leren. Daarnaast zijn wij wel geïnteresseerd in nieuwe mensen en een netwerk op te bouwen. Dat is voor ons een hele belangrijke reden om stagiaires te hebben. Daar is wij met gewone varkenshouderij bezig. En hier heb je veel meer tijd om dingen heel netjes gestructureerd te doen. En dan, thuis gaat het meer efficiënter, zeg maar. En hier is het belangrijk tot het goed gebeurt. Dus dat is gewoon een groot verschil. Toen je wat anders ziet van de sector, tot het niet alleen varkenshouderij is, maar tot het veel breder is dan de normale varkenstal. En toen je dan hier een keer wat anders ziet en wat meer op de theorie ingaat dan alleen maar aan het werk bent. Ja.